Goedendag, je kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl en we doen het vandaag met een wat uh, krakerige stem. Er is veel bewolking boven Nederland, boven de noordelijke provincies komt ook mist voor, maar die mist die lost in de loop van de ochtend snel op. En de bewolking wordt ook minder, betekent dus dat we in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen de zon zien schijnen, het meest waarschijnlijk in het oosten van het land. Ook vanmiddag een afwisseling van zonnige perioden, met hele dunne sluierwolken en soms wat dikkere wolken. En die dikste wolken trekken dan waarschijnlijk over het westen. Het blijft droog, het wordt 19 tot 22 à 23 graden. Op de Wadden ligt de temperatuur rond 15 graden. Vanavond is er een kleine kans op een bui in Zeeland, maar waarschijnlijk blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen vanavond nog steeds hoog. Morgen lijkt het weerbeeld op vandaag. Opnieuw een afwisseling van zon- en wolkenvelden met temperaturen die rond de 18 tot 21 graden uitkomen. De kans op een bui is morgen wat kleiner. Woensdag neemt de kans op een lokale bui wel weer toe. En vroeg in de ochtend kan het vooral in het noordwesten mistig zijn. Maar dat trekt ook weer weg. Donderdag en vrijdag neemt de buikant toe, en vanaf vrijdag gaan de temperaturen naar beneden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.